Laat je horen, ja! Yeah! Oké, zo, natuurlijk voor de dames, jullie mogen ook bij zijn, jullie mogen ook gewoon meedoen. Maar dit is natuurlijk speciaal voor de boys. Zo, wat we vandaag gaan doen, is we gaan beginnen met een truc. Maar voordat we dat doen, is het natuurlijk altijd belangrijk dat je eerst goed opwarmt. Zo, wij gaan gewoon rustig op onze knieën. En dan ga je je handen zo pakken. En dan ga je dus even draaien. Dus goed ronddraaien. Yes. En stop. En nu de andere kant op. Goed draaien. Laat het goed warm worden. Yes. Zo even los. Oké. Zo. Dit is dan altijd het leukste stuk. Wij gaan dus 5 push-ups doen. Komt. Ja. Armen stevig. Goed. Dan gaan we. En 1. 2. 3. 4. En 5. Heel goed. Dan kom je weer hier. Doe nogmaals. Goed opwarmen die pose. Straks heel hard nodig. En de andere kant op. Dus los. En nu gaan we voor 10 push-ups. Komt. En 1, 2, 3, hou vol. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, ah, ik bedoel 10. Ha. We hebben gewoon een paar extra gedaan, maar dat is gewoon goed. Zo, laat je spierballen zien. Yes, dan we gaan ervoor. Zo, je doet als eerste. Eén hand zo, andere open. Dan ga je zo naar beneden en dan gaan we lekker stretchen. Denk eraan, niet forceren, maar heel voorzichtig. Een beetje naar achter en dan naar voren. Nogmaals, naar achter en naar voren. De laatste keer, naar achter en voor. En dan kom je weer op. Zo, en zo. En dan ga je ook weer naar de vloer. Let op, deze is iets heftiger. Zo, dan ga je weer naar voren. En lichtjes naar achter. Weer naar voren. En achter. Laatste keer. En terug. Goed zo. Nou, schud los. Ja, volgens mij zijn we wel goed warm zo. En dan gaan we nu verder met de babyvlies. Zo, allereerst is het belangrijk dat je je knieën zo wijd mogelijk hebt. En dat je je buikspieren goed aanspant. En dan heb je je handen zo bij elkaar. Heel belangrijk is dat je ellebogen constant bij elkaar blijven. Want dat is jouw steunpunt. Niet vergeten. Zo, als eerste knieën wijd. Buikspieren actief. Yeah. En dan handen zo. Je gaat proberen om je ellebogen bij je navel te houden. Yes. En dan hou je het zo. Wat je dan doet, is je plaatst je handen. En dan ga je met je hoofd langzaam naar de vloer. Dus niet gelijk in kopstoot, nee, heel rustig aan. Ik draai een klein beetje om, zodat jullie gewoon aan de zijkant komen. Zo. Knieën zijn wijd. Buikspieren actief. Arm zo. En naar de vloer. Je hoofd gaat naar de vloer. En vanaf nu, in plaats van denken van je wilt omhoog, moet je je knieën zo wijd mogelijk doen en je buikspieren aanspannen. Zo, komt ie. Hoofd op de vloer en knieën wijd. Zien jullie dat? Laat me eens zien. Ja, ik wil het zien. Kom op. Ja, jij moet het zelf ook doen. Ik kan niet alles zelf doen. Kom op, kom op, kom op. Buikspieren actief. En lekker. Oké. Zo, we doen het nog één keer. Kom. Ja, hebben we spierballen? Laat het zien. Let's go. Knieën wijd open. Armen hier. En dan gaan we. Balans. En als het lukt, probeer je ook zonder hoofd. Ja, zijn we daar? Oké. Zo, ik hoor jullie al van, ja, dat kan ik al, dat kan ik al lang. Dat is prima, dan krijgen jullie nog een extra uitdaging. In plaats van op 2 handen, ga je dus op 1 hand. In principe is het hetzelfde. Zo, je knieën blijven open. Dan ga je misschien als eerste beginnen met 2. Zet je handen hier. En zodra je balans hebt, haal je dus 1 hand weg. Ja, lukt dat? Zie je, dat is best wel lastig. Als het lukt, dan wil ik dat heel graag weer zien. Zo, kom op. Kom op, kom op. Ja, knieën wijd. Let's go. Lekker. Goed. Nu hebben we dat gehad. Nu gaan we natuurlijk nog ook in een dans doen die ik speciaal voor jullie heb gemaakt. Ben je er klaar voor? Kom maar mee staan. Oké, dus daar gaan we. Wij gaan als eerste beginnen met je armen zo stoer en dan kijken dus echt. Gewoon met je face van, yeah, ik ben hier. Ja, dan ga je dus wijd open met je benen en dan gaan je armen dus groot naar beneden. En dan komen ze weer terug
gekruist. Yes. Dan gaan we de andere kant op. Heb je weer groot, heel stoel, naar beneden en dan wacht je weer. Vanaf hier gaan we dan de bounce doen. Dan heb je dus 1 en 2 en 3 en 4. Dan spring je met je voeten bij elkaar en je handen gaan op en je blijft daar. Dan krijg je 3 snelle bewegingen. Dan krijg je dus 1, 2, 3. Nog één keer van begin. Zal het allemaal doorstaan? Laat maar zien. Ja, ja. En dan ga en laag. Heel langzaam en staan. En wacht. En een laag. Heel langzaam en staan. En komt. En 1. En 2. En 3. En 4. En 5. En dan krijg je dus 1, 2, 3. Ja. Nog één keertje. Komt. Heel stoer staan. Laat maar eens zien. En 5, 6, 7. En 1, 2, 3. En staan, heel stoer. En 2, 3, 4. En staan, komt ie met de bounce. En 1, en 2, en 3, en 4, en 1. En dan krijg je dus 1, 2, 3. Oké, dan gewoon een stukje verder. Wat je dan krijgt is, eerst je rechterbeen uit. En dan gaat je linkerbeen overheen en terug. Zo nogmaals, eerst rechts, dan stap en stap. En dan ga je nu met je andere been overheen stappen. En stap. En sluit weer bij. Je arm heel makkelijk. Dan heb je dus kruis en open. En kruis en open. Zo, dat is dus een lekkere stoere beweging. Dus je krijgt 1, 2, 3 en 4 en 5, 6, 7, 8. Zoals je ziet is het belangrijk dat je ook stoer erbij kijkt met je gezicht. Want je kan niet gewoon gaan dansen en je gezicht is op nul. Dus je moet echt gewoon 1, 2, 3 en 4 en 5, 6, 7, 8. Dan ga je nu een hele stoere rondje maken. Dus 1, 2, 3, 4, terug op plek. 7, 8, naar beneden. Maar nu op laag. Nu komt het, waar we net voor hebben getraind. Ga je knieën wijd open. Arm hier. Buikspier actief en balans. Zo hoog als je kan. Misschien met één hand als je durft. En weer terug naar beneden. Vanaf hier verplaats je gewicht naar achter. En dan krijg je, je weet het al, de six step. Ga je dus 1 en 2. Laatste keer 3. En dan sta je weer op. Dan gaan we gelijk verder. Zo wat je dan krijgt, is net als in het begin, heb je dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan komt het snelle stuk. Dan krijg je dus 1, 2, 3, en 4, en 6, 7, 8. Nog een keer. 1, 2, 3, en 4. Nu spring je. En wijs, spring. Wijs, spring. Wijs, spring. Wijs, super belangrijk. Einde. Arm gekruist. Heel stoer kijken. En dan krijg je alleen een bounce met je hoofd. Hebben we dat? Goed, dan gaan we nu op muziek doen. Thank you.
ook super goed. Blijf oefenen, blijf je best doen, jongens. En ik hoop jullie snel weer te zien. Peace.